Like a lion you ran, a goddess you rode. Veel zangers in Nederland balen. Vanwege de coronamaatregelen is zingen in een groep niet toegestaan en dus mogen onder meer bands en koren niet repeteren. En dat terwijl een onderzoek naar de besmettingen onder koren nog loopt. Veel koorleden vinden het daarom vervelend dat ze geen perspectief hebben op wanneer samen zingen wel weer mag. Ook de persconferentie van het kabinet gaf daar vorige week geen antwoord op. We hadden natuurlijk 14 dagen niet kunnen zingen. En het was voor ons heel spannend of het dan wel weer mocht. En toen werd er niks gezegd in de persconferentie. En toen dachten wij, ha mooi, laten we voor de zekerheid nog even op de website van het RIVM kijken. En daar stond op, muziek maken mag weer, onder voorwaarden natuurlijk. En een uurtje later stond er op de website, behalve zingen. Het is natuurlijk kloten. Ik bedoel, maar ik vind dit nog niet zo erg. En wij kunnen een tijdje uitzingen. Maar mensen die daar hun beroep in hebben, die daar een dagelijks brood mee moeten verdienen, dat is natuurlijk erger. Maar voor ons is het ook, zeker als je weet, we hebben het goed voor elkaar. We houden ons aan de regels en nou, wat kan er misgaan? Ja goed, dan krijg je dus de regels en de uitzonderingen. Dat is eigenlijk niet zo goed te begrijpen als je als koor al maanden repeteert met inachtneming van de juiste afstand en je repeteert niet zo lang en je ventileert tussendoor om het allemaal zo veilig mogelijk te doen. Je hebt geen koffiepauzes waarin je samen koffie drinkt en na de repetitie gaat iedereen meteen naar huis. Ja, en als er dan helemaal geen besmettingen zijn in je koor, ja, dan voelt het allemaal heel vreemd. Wij zongen altijd alleen in dit lokaal achter mij. En nu hebben we door de schuifwand open te zetten beschikking over 2 keer zoveel ruimte. Waardoor het veilig zou moeten zijn volgens een rekenmodel wat we hebben gebruikt. Ze weten namelijk zelf niet precies wat ze willen volgens mij. En de adviezen halen ze hier en dan halen ze adviezen daar. En dan draaien ze het zo van, nou, dat advies wat ons politiek, zeg maar, ons als bestuurders het best uitkomt, dat nemen we dan. Dus de ene keer is RIVM is maatgevend en de andere keer zeggen ze, nou, we doen het toch anders. Als laatste poging willen de koorleden gaan demonstreren. Daar denken wij wel over na, want een demonstratie is natuurlijk de enige mogelijkheid om samen te zingen dan. En dan zouden we dus onze repetitie moeten gaan verplaatsen naar de Grote Markt bijvoorbeeld. En dan elke donderdagavond op de Grote Markt bij wijze van demonstratie repeteren. Ja, dat is wel bij ons langsgekomen, maar we hopen eigenlijk dat we gewoon dat we mogen binnen de beperkingen en binnen de maatregelen waarbinnen het veilig kan.